Dus als we even ervan uitgaan, dus conclusie 1, een land binnenkomen en parachuteren met heel veel geld, werkt niet, heeft nooit gewerkt, dan wat is dan het antwoord? Nou, als je heel veel mensen op straat vraagt, dan zeggen ze, nou, onze natuurlijke hulpbronnen. Maar ook de realiteit laat zien dat, ook dat niet gewerkt heeft. Suriname was een van de grootste producenten van bauxiet. Als we nu even kijken vanaf de jaren 90, toen begonnen ze te zeggen van, nou ja, weet je, naast bauxiet laten we focussen op goud. In de jaren 2000 was het van, laten we ook nog eens een keer focussen op olie. Al die dingen die wij geprobeerd hebben ten aanzien van natuurlijke hulpbronnen heeft gefaald. Maar het is niet wij die falen. Als je gewoon kijkt naar landen met natuurlijke hulpbronnen wereldwijd, falen ze bijna allemaal. Dit is niet Surinaams eigen. En ik zeg dat heel duidelijk, omdat heel vaak in Suriname hebben wij de neiging om te zeggen, wij kunnen niet. Dat is niet helemaal zo. Want nogmaals, niet alleen wij kunnen het niet. De meeste landen op aarde met heel veel natuurlijke hulpbronnen lukt het ook niet. Het is niet het Surinaams probleem. Maar heel vaak, omdat wij soms met oogkleppen kijken naar onszelf, dan willen wij de fout vinden in onszelf. Nigeria, Botswana, Angola, ik kan je een lijst noemen van tientallen landen die allemaal stikken van de natuurlijke hulpbronnen en die zijn zo arm als Job. Er zijn echt maar een handjevol landen, zoals Noorwegen, die het goed hebben gedaan. De rest, 80-90%, doet het niet goed. Dus als we dus nu conclusie 2 trekken, natuurlijke hulpbronnen gaat ons waarschijnlijk niet helpen, want de kans hebben wij tegen ons, als we even kijken naar de wereld, hoe het daar loopt. Wat is dan wel de basis van welvaart? En hier heb ik het gevoel dat we steeds struikelen. En in de zoektocht naar het antwoord, naar de basis van welvaart, heeft iedereen wel een idee. En toen wij begonnen in dit gesprek, bij de voorbespreking, kwam een van je collega's die zei, nou, het is de grondwet die we moeten gaan veranderen. Nou oké, maar Italië is een van de landen met de meeste wetten op aarde. En kijk wat voor puinhoop het af en toe daar is. We hebben daar mensen gehad als Silvio Berlusconi, die het land helemaal om zeep geholpen hebben. Maar ze hebben wel de meeste wetten op aarde. Dus in wetgeving zit het niet. Andere mensen zeggen, ja, we zijn te klein. We hebben maar 500.000 mensen. En ook daar is er een tegenvoorbeeld. IJsland heeft 350.000 mensen. En het doet het heel erg goed. In die zoektocht naar welvaart zitten we elkaar een klein beetje bijna plat te lullen. Sorry voor mijn alternatief Nederlands. En iedereen heeft wel een idee en in die sama-sama komen we er niet uit. Er is geen gedeelde idee van hoe wij daadwerkelijk uit deze sama-sama komen. En dat doen we al 40 jaar. Bijna elke keer als je een gesprek hebt met een andere Surinamer, komt het uiteindelijk neer op politiek en economie, toch? Ja. Elke keer hetzelfde. Als je dan hier zit, of in Nederland zit, of op Curaçao zit, jongen, deze regering doet het niet goed en als iemand anders zou komen. Dames en heren, wat is de basis van welvaart? En als we dat niet begrijpen, dan maakt het niet uit welke regering hier gaat komen. Het maakt niet uit. Als het uitgangspunt niet begrepen wordt, dan over 40 jaar gaan we namelijk ook hier zitten. Heel veel mensen die kijken me aan en zeggen, ja, we moeten een paar generaties wachten tot het beter wordt. Ik zeg maar, why? We wachten nu al bijna 50 jaar. Hoe lang moeten we nog meer? We moeten een paar eeuwen wachten. Als je ideeën niet veranderen en je idee exact hetzelfde blijft, dan gaat het niet veranderen. Maar is dat het probleem dat we het maar niet eens over kunnen zijn over waar we naartoe moeten of wat het probleem is? Of is het probleem het eeuwenoud verhaal corruptie, nepotisme, et cetera? Ik denk dat corruptie en nepotisme ook weer ze zijn een gevolg van het niet kunnen sturen van een land. Als je namelijk als directeur of als president of als leider van een team niet in staat bent om het land ergens te brengen, dan is het tweede volgende wat je gaat doen is om je heen kijken en zeggen, hé, het lukt me niet, ik ga mijn zakken vullen. En ik ga vriendjes om me heen trekken die mij helpen en ik hun help om elkaar zakken te vullen, want die richting namelijk lukt ons toch niet. Ik geloof dat het begint bij visie.
En die visie nogmaals moet beginnen met een uitgangspunt waar we naartoe gaan. Kijk even de afgelopen 40 tot 50 jaar. Hebben we echt een visie gehad over de ontwikkeling van dit land? Is er echt een duidelijke visie naar voren gekomen richting het publiek, waarin iedereen kon navertellen, dit is de richting van Suriname. We hebben heel vaak MOP's gehad, maar die MOP's waren heel vaak loshangende documenten. Het waren ideeën van verschillende ministers en ministeries die nooit één geheel vormden. Dus wat gebeurt er? Iedereen gaat zijn eigen gang. Het is net een beetje zo'n voetbalteam. Iedereen gaat zijn eigen spelletje spelen, maar het doel wordt nooit bereikt. En dat is hetgene wat we al decennia heel vaak doen. Dus er is nooit een visie geweest, want er is nooit een gezamenlijk uitgangspunt geweest. Nou, als je me nu zou vragen, Raoul, wat is dan vervolgens het uitgangspunt van welvaart? Ik probeer het uit te leggen, en het is mijn visie, het hoeft niet de juiste visie te zijn, wie ben ik. Maar ik probeer een beetje logisch na te denken over deze wereld. Logica voor mij is, wat wil je bereiken? En volgens mij wat je wilt bereiken is, je wilt zoveel mogelijk salaris hebben voor zoveel mogelijk mensen. Dat is het even uitgangspunt. Ik wil graag dat voor 550.000 mensen ze allemaal een verhoogde of een hogere salaris verdienen, die het liefst hoger is dan inflatie. Even een kanttekening. Ja. Maar waar komt salaris dan vandaan? Ja, wij hebben nu de conceptie van je moet gewoon eventjes de directeur timmeren. En hier komt het op een stukje, wat moet een bedrijf eigenlijk doen? Wat doet een bedrijf? Een bedrijf neemt een input, zet er waarde aan vast en verkoopt dat tegen een hogere prijs. Die waarde die hij eraan toevoegt aan die input, zorgt ervoor dat die prijs of hoog is of laag is. En nu komt de vraag, Raoul. In welke industrieën, in welke sectoren is Suriname, waar voegen wij waarde toe? Nee. Wij zitten al decennia te vechten om een bananenplantage levend te houden. Waarom? We willen werkgelegenheid garanderen. Maar wat voor werkgelegenheid als de salarissen bijna minimum salarissen zijn? Wij zitten ons land te choken omwille van werkgelegenheid, maar we houden ze wel vervolgens vast met een lager salaris. Vervolgens willen we gaan vechten om zoveel mogelijk mensen maar te accommoderen in de overheid, waar op dit ogenblik direct of indirect meer dan 60% van ons volk eigenlijk werkzaam is. Voegen ze waarde toe? Verkopen ze een product? Nee. Je zit inderdaad in een vicieuze cirkel en hoe je dat kan doorbreken is andere keuzes te maken. Je moet keuzes maken. De keuzes die we tot nu toe bijna 100 jaar hebben genomen, zijn keuzes die gericht zijn op simpele dingen. Onze keuze om in natuurlijke hulpbronnen te blijven zitten, heeft ervoor gezorgd dat wij arm blijven. Het is een keuze die wij steeds gemaakt hebben. En nogmaals, keuze heb je nodig voor een visie. Maar als de keuze niet de juiste is, dan ga je brandjes creëren en dan blijf je in een bepaalde armoede en dan blijf je in die vicieuze cirkel waar je het net over hebt. Ik denk dat de keuzes die wij maken, moeten dus gericht zijn op welke sectoren willen wij als Suriname ontwikkelen. Met de voorwaarde dat het A aan zoveel mogelijk mensen employ kan geven, dat het zoveel mogelijk mensen werkgelegenheid kan geven en zoveel mogelijk waarde kan genereren. Want nogmaals, het uitgangspunt was, ik wil zoveel mogelijk hogere salarissen kunnen betalen aan zoveel mogelijk mensen. Dat zorgt voor welvaart. Nogmaals, ja. Dat is het uitgangspunt. Dat betekent dat ik in sectoren moet gaan zitten waar zoveel mogelijk waarde toegevoegd wordt en waar zoveel mogelijk mensen werkgelegenheid kunnen krijgen. Dat is nu niet het geval. Dus visie vanuit welke overheid dan ook moet zijn, hier niet, waar dan wel.